Hoi en welkom bij de vierde video van deze race setup series op F1 2021. In deze video deel ik de setup die ik heb gebruikt voor een 50% race op Azerbeidzjan. Na hiervoor een video met een race setup voor Monaco te hebben gedeeld, gaan we nu naar de tweede stratencircuit op de kalender. Net als op Monaco is Azerbeidzjan ook een tricky baantje en je gaat ook in mijn ronde zien dat het zeker geen foutloze ronde is. Het is een erg lastige circuit en helemaal met een slechte setup wordt het nog veel lastiger. Daarom heb ik gekeken naar een goede setup die niet alleen snel is over één ronde, maar ook snel is over een gehele race. De setup waarop ik ben uitgekomen is erg stabiel, wat enorm belangrijk is op parcours. Want één foutje kan hier betekenen dat je race meteen voorbij is, helemaal als je door het kasteelgedeelte gaat. Want het blijft daar enorm krap. Het is bizar om te bedenken dat ze daar met Formule 1 auto's doorheen blijven gaan. Dan nu nog over Azerbeidzjan. Ook hier is het erg belangrijk om met de juiste snelheid door de bochten te gaan en vooral te focussen op rustig de bocht in en snel eruit. Na veel bochten op dit circuit heb je namelijk een vrij lang rechtstuk waar je veel tijd kan pakken als je een goede exit hebt. Ga je te snel door de bochten, dan is de kans groot dat je met onderstuur in de muur eindigt of dat je achterstevoren staat. Probeer daarom altijd zoveel mogelijk te focussen op de exit, want daar ligt het te pakken tijd op deze baan. Dan komen we nu af op bocht 15, waar je heel veel curb kan pakken aan de binnenkant. Je kan er echt overheen vliegen als je dit goed doet en dan pak je er zeker ook wat tijd mee. Ik kies ervoor om de curb te ontwijken, omdat ik dit ook in de race zou doen. Maar als je net wat sneller wil zijn, dan kan je proberen om over de curb te gaan. Azerbeidzjan is sowieso een baan waar ik je kan adviseren om de binnenkant van de curb vaak te ontwijken. Het is hier namelijk net iets sneller als je de curb ontwijkt, want als je er wel overheen gaat, dan word je vaak naar buiten geduwd, waardoor het lang duurt om op je gas te gaan, of nog erger, dat je schade oploopt. Kijk mijn video gerust nog even terug en dan zie je dat ik bewust de meeste curbs ontloop. Dan komen we nu af op de finish en ga ik over de lijn met een 1.37.7. Zoals je hebt kunnen zien in deze ronde kan het zeker sneller. En ik ben ook benieuwd naar wat voor tijden jij hebt gereden op Azerbeidzjan. En dan gaan we nu door naar de setup. We rijden met 8-4 vleugel. Ook hier zie je weer meer voor- dan achtervleugel. Op het differentieel rijden we met 80 en 60%. Camber en toe op 2,7, 1,2, 0,07 en 0,26. De ophanging staat op 7,3, 8,7 en 4,7. Voor veel stabiliteit door de bochten, vooral ook tijdens de race. De remmen op 100 en 57%. Ik vind hier 57% veel lekkerder rijden dan 56%. Tot slot de voorbanden op 22,2 en de achterbanden op 23,1. Vind je de video leuk en heeft deze setup jou geholpen? Geef de video dan een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer F1 2021 race setups. In de komende dagen gaan we los met nog veel meer setups. En bedankt voor het kijken!